Challenge to Change a Life is een twinning project waarbij de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen van Suriname en Nederland wordt bevorderd. Het doel van dit project is om jongeren uit achterstandswijken van Paramaribo meer kansen te bieden en om drop-outs te voorkomen door middel van zinvolle vrije tijdsbesteding, waaronder sport en recreatie. Orsine Brammerlo, directeur van de Udreising Pharma School, vertelt over de start van dit project. Ik werd benaderd door de heer Hogendijk om projectactiviteiten in de school uit te voeren. Ik zei hem dat ik erover wilde nadenken, omdat ik het ook met het personeel wilde communiceren. Dat is geweest, we zijn akkoord gegaan en nadien moest een toestemming verleend worden door het ministerie van Onderwijs. Dat is ook geweest en toen zijn wij begonnen. Eerst moesten de leerlingen een enquêteformulier invullen. Wij zijn toen in september naar Nederland vertrokken. Wij moesten daar de masterclasses volgen. Wij zijn 10 dagen gebleven. Het is een samenwerkingsverband tussen drie Surinaamse scholen, 1 buurtorganisatie, 1 Nederlandse school en een buurtvereniging in Nederland. Dus 6 partners. Voor de realisatie van dit project zijn de Surinaamse scholen een samenwerking aangegaan met de Nederlandse scholen. De Nederlandse ambassade heeft de financiering aangeboden, vertelt de vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, Masha Baak. Wij hebben de financiering aangeboden, dus het geld komt uit Nederland. Maar echt het werk en het doel, dat is gerealiseerd door de maatschappelijke organisaties hier, door de scholen zelf. En het doel was naschoolse activiteiten aanbieden, dans, sport, muziek, zodat iedereen zijn talenten breed kan ontwikkelen. Uitwisseling van docenten, maar ook van scholieren. Die zijn naar Nederland gegaan en Nederlandse kinderen hebben meegelopen op de Surinaamse scholen. En wat is het twinningproject gekost? We doen nooit uitspraken over het exacte bedrag, maar de projecten wisselen tussen de €40.000 en de €200.000. En hoe lang is dit project geduurd? Ongeveer 2 jaar. Okay. En waarom een twinning van dergelijke aard voor de Udreising Pharma School? Omdat het heel goed aansluit bij een van de prioriteiten en dat is samenwerking op het gebied van onderwijs. En wat u ook ziet, die uitwisseling is heel belangrijk. U ziet achter mij de waarden die centraal stonden in dit twinningproject, bedacht door de partners zelf. U ziet bijvoorbeeld gastvrijheid, iets dat Suriname ijzersterk en is hartstikke leuk om vanuit Nederland ook te zien. Dus ja, de kruisbestuiving was heel belangrijk. En als ik kijk naar de, is het project al afgerond of gaan we naar de afronding toe? Het aanbieden van de multicourt vandaag aan de scholen, aan de kinderen, aan deze buurt, dat is de afsluiting van het project. Het concept heeft zich over een periode van 2 jaar op 3 scholen ontwikkeld. Namelijk op de Udreising Pharma, de Dennert en LBO Domineestraat. Ter afsluiting van het twinningproject heeft de officiële overdracht van een multicourt sportveld op de Udreising Pharma School plaatsgevonden.